Bitch in Groningen, die wil dat ik mijn dik post. Mijn slucht in een wiepje kan naar buiten. Stop. Nigga, wat ben je, man? Je auto verpest je mijn fucking shit, man, broers. Heb je gekeken naar hoe laat het is? Nee, G, ik ben het opnemen, okay, broer. Oké, papierwerk wordt leuk en zo. Hoe laat is het? Sorry, man. It's tea time. Sorry, man, nigga. Oké, okay, we got stuff. Je verdient een pauze, G. Hi. Hey, hoe is het leven, jongen? Ja, lekker, man. Papierwerk. Net af, weet je. Ik wilde in de studio gezeten, natuurlijk. Ja. Ga met jou. Depressieve tijd meegemaakt. Goed. Mijn goudvisje is namelijk gewoon dood gegaan. Je doorspoelt. Wat zeg je nou? Je doorspoelt. Nee, tuurlijk niet. Goed. Zou jij een neefje doorspoelen? Zou jij mij doorspoelen? Nou, als je zou passen, dan zou ik je wel doorspoelen, denk ik, man. Dat is niet cool, man. Dat is niet top. Ik heb nu zo'n plek in de keuken. Ik heb dit allemaal voor jou gehad. Mag je allemaal opeten van mij, man. Vind je dat normaal? Ja. Zondag krijgen we visite, vriend. Serieus? Ja. Ik krijg een visite. Ik krijg een bezoek. Van wie? Een paar matties van mij. Oké. Okay. Komen chillen. Chillen, PlayStation. Iets opnemen. Dan is wel een goede zondag, man. Dat wordt wel een goede zondag. Ja. Ik hoop dat er talent bij zit. Dat we een beetje misschien money kunnen maken ofzo. Thee is echt goed. Deze thee is nog beter. Welke heb je gepakt? Oh, ik heb ook die. Misschien is het de film, misschien is het de whip. We wiepen sowieso, die bitches worden gehit. En die rappertjes zijn boos, ja ze zitten in een dip. Misschien is het de swag, misschien is het de grip. Misschien is het de film, misschien is het de whip.